voelt eigenlijk heel zwaar. Ben je content met je zilveren medaille? Ja, ik ben er heel blij mee. Het is wel heel bijzonder om ten eerste hier al te zijn. Dat vond ik al een hele ervaring. En gelijk een medaille te pakken, daar ben ik heel trots. Wat ga jij nooit vergeten aan dit Olympisch avontuur? Al vrij snel na de podiumceremonie zeiden de mensen van de Belgische ploeg rond mij dat de koning met mij wou bellen. Dus dat was wel bijzonder natuurlijk. Hoe ga je dit nu vieren? Vanaf dat we thuis zijn, ben ik wel van plan om iets te organiseren voor mijn dichtste vrienden. Het staat sowieso het opsel van onze zoon gepland. Komende weken, lekker eten, een goed wijntje. Later op de avond kan dat natuurlijk wat gekker worden. Mocht je een andere discipline moeten kiezen, de welke zou dat zijn? Dat is duidelijk zijn. Ik denk niet dat ik buiten fietsen iets anders goed zou kunnen, maar bijvoorbeeld de triathlon. Maar zeker in het zwembad is de baksteenslag bij mij, dus ik denk dat ik misschien triathlon al het lijstje moet schrapen. Wat ga je doen met je premie van de Nationale Loterij? Ik denk dat ik daar maar één verstandig ding mee kan doen en dat die verdelen onder de ploegmaats. Iedereen was 100%, ik weet niet hoe ik zeg dat, Nederlands committed, dus daar mag zeker iets tegenover staan van mijn ploegmaats.